Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik krijg echt totaal geen contact met hem. En in het begin dacht ik nog, nou ja, het is misschien logisch en hij moet eerst alles verwerken en zo. En... Ja. Lieverd, het kost tijd. Ja, zegt Anton ook steeds, heb geduld. Maar ondertussen zit hij in de tuin met een vogel te praten alsof het zijn vriend is. Het is toch totaal bizar? Misschien moet je zo eerst maar eens even met hem gaan praten. Ja, voorlopig is hij dat beest aan het zoeken.